morning. Hey, good morning. We're in Eekloof, the largest flea market of Flanders is today. And as usual, Marijke, Sabine and Patrick joining us, but also joining us is my business partner, Twan. Morgen. Kosten de LP's? In de Rotstad. Heb je iets leuks gevonden, Patrick? Ja, die odd one in the bunch. Ja, het hoesje is er niet bij, dan hoor ik hem niet. Dit is ook mijn kassen. Helaas. Deze heb je gehad? Deze bak heb je gehad? Nee. Oh. Kijk even. Ik geef hem zo weinig kans. Hoe kostte de cd'tje, meneer? Een euro. Hier was niks bij, die hebben we gehad. Okay. Ja. Dankjewel. Ik heb een cd'tje, alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel, veel plezier vandaag. Wat vraagt u voor de cd's? Weet u de prijzen van de spelletjes wel? Ik weet niet. Nee? Ik ken hem lekker. Hij komt direct terug, zo. Hij is even staan vallen. Dus wie terugkomt, wordt gespasseerd dan. Heb je hele goede gevonden dan? Want, heb je al gecheckt trouwens? Ja. Oké. Okay. Oh, ja. Ja, die zijn helemaal uit de wacht gewaard. Laten we even doen. Lekker kevies bij. Het is van dezelfde eigenaar, hè? Ja. Ja. Goedemorgen, wat vraagt u voor de cd's? Vanaf 2 uur. Dus de meerdere zijn er ook nog. En ik had deze spelletjes, die waren ook van u. Wat daar de prijzen van? 4 euro een stuk. Oké. Als ik wat meer tegelijk koop, zou je dan... Dan maak ik wel prijzen. Ja, ik weet niet of we eruit komen, want je zit een beetje... Zou dit voor 15 mogen? Wil ik zien. Nou, 26. Ja. Daarom denk ik dat we er misschien niet uitkomen. Hoeveel had je gezegd? 15? Ik zei 15, ja. Ja. Pak 18. 18 is goed, ja. Dankjewel. Heeft u 2 terug? Dank u. U bedankt. Alsjeblieft, bedankt. Heel veel plezier vandaag. Ja,
Wat kosten de platen, meneer? Die zijn 2 euro allemaal. Dus. Wat vraagt u voor de cd? Een euro het stuk. Oké. Okay. Deze is goed. Finlay Duke. En dit. Is dit. Dylan Biography. Genesis. Dat is moeilijk eruit. Kun jij kijken of je... of je krassen ziet? Ja, prima. Het is leuk voor een auto, zeg ik altijd. Er is wel een boek in. Ja dat lost wel op. Dat weet ik ook niet. Deze is defect. En dit moet nog bekeken. Ja. Oké. Okay. Heb je zin om... Ja hoor. Laat het komen. Een paar van de 10 vandaag. Hè? Nice. Solo Mirjam, deze is nee, niet deze, ik dacht dat het echt was. Leonard Cohen collectie. Een heel stapeltje. Kijk, ik heb mijn best gedaan. Dit is allemaal prima. Kijk al even wat het zijn. Oh ja, prima. Maak maar een prijs, dat is wel. Ja, dit is voor mij. Zag die vast eerst? Ja. Kosten de. Ik ben Bonitana nog eens. Die heb ik hier vandaag niet in de collectie. Dat is wel een Deutsche Pressung. Jammer. Goedemorgen, meneer. Wat kosten de LP's? 1 euro. Oké. Okay. Wat zoek je? Dit is ILO. En heb je ook de hoes? Oh ja. En hier zit niks in. Jetlix. Ik denk niet dat het... Ja, maar dat is ja Jetlix 500. Ja, dat is wel. Ja. Oké. Okay. Dan ga ik 3 euro zoeken. Ik kan niet. Je moet ze zelf samenstellen. Ja, heel goed gedaan. Dus, ik heb Patrick gevonden, meneer. Oké. Okay. Ja, alsjeblieft. Veel plezier vandaag. Dank u. Oh, sta je mij te wachten? Ja. Hey, schat. Hey, op de bus. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Vind je dit dat? Voor je dingen. Als iemand dit is het Boudewijn de Groot. Ja. Staat achterop, hoor. Ik heb het bevestigd. Wat vraagt u ervoor? Ze vroeg net 1 of 2 euro per stuk. 1 of 2 euro, ja. Van de euro wil ik hem wel. En deze waren 3 euro per stuk. Dit zijn 3 euro per stuk. Gewijs bij wat je leuk vindt. Ja. Wat wil je daarvoor? 4 euro. Dit meisje loopt je papa aan. Kijk.
Om de muziek uit te oefenen. Een liedje zingen? Ja. Ik wil deze. Mega grappig. Okay. Man, ja. Als hij het vraagt. Nou, veel plezier nog vandaag. Ja, ja, u ook. Hoi, hoi. Dag. Die wil ik gewoon niet binnen hebben. Nee, dit is er al. God damn it. Niet nieuw, denk ik, die daar staat. Die gele. Ja. Dan doet die dancing nog. Nee, die kist die zag er gewoon echt niet uit. Ja, dat is jammer. Nee, dan had het op. Dat was van de kikker. Ik geloof het wel. Hoeveel hebben we er? En het appeltje. Ja, maar, hè? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Ik heb er 11 als ik goed heb geteld. Ja. Mag ik er voor 30? Ja, is goed. Top. Even kijken. Ja, ik heb het gepast. Makkelijk, hè? Prima. Ja, alsjeblieft. Veel plezier vandaag. Succes. Hallo. Dus het is een 2 euro per stuk. Dus ik heb hier een dingetje gepakt waarvan ik denk, hey, maar het zijn er zitten echt heel veel meer dingen die Erik heel leuk vindt. Ja. Maar die zijn allemaal wat recenter, net zoals de editors bijvoorbeeld, is ook echt een goeie. Leuk, hè? Mijn kaart is er met die dingen in. Die hebben we een aantal keer. Alleen die. Sorry. En je zit hier. Kanye West, Jay-Z. Dat zijn allemaal rappers. Oh, oké, okay, nou vooruit. Er zit een beetje 2, 4, 6. Oh nee, op een gegeven moment wordt echt de prijs die ik ook. Oké. Nou, go ahead. Deze? En door. Zo. Ja. Oh. Ja, struikelijk alsnog, sorry. Is het van u, mevrouw? Ja. Wat vraagt u voor de spelletjes? Twee rode stuk. Ik heb er 2. Ik geef het even aan iemand die het kan vasthouden. Ja, dat hebben we gepast. Alsjeblieft, mevrouw. Veel plezier vandaag. Dat was Eeklo. En there's more stuff behind me. So we're continuing next week in the next episode. So make sure that you're subscribed. For now, I want to thank you very much for watching. Stay safe and bye-bye.